middag hier. Jij zocht nog wat geven? Nee, want met geld ook geen weinig niks op. 21 bij 17 is wel prijs. Winnen, winnen, winnen. Op F-kant kun je scheuren, wat scheuren? Mijn dag is mijn leven is eigenlijk verpest, want ik ga trouwen. Dus ik heb alles over voor Serious Request. Dus we gaan loodjes verkopen en de opbrengst doneren we naar 3FM natuurlijk. Het is leuk een vrijgezellenfeest te organiseren. En als we het dan kan hangen aan deze actie, dan is het natuurlijk geweldig. Hè? Als wij denken het wordt donker en we denken mensen willen, en we hebben iedereen gehad uit Breda en dan denken we stoppen ermee. Ja. Nou, we hebben nu al 180 euro opgebracht in anderhalf uur ongeveer, dus dat is al heel veel. Wij zijn van het NATV en wij staan hier met de Porto Cabin. Hier geven wij het publiek de mogelijkheid om beweging om te zetten in geld. Ze hoeven niks te betalen hiervoor en door de meters die zij maken, dat wordt gesponsord en dat gaat uiteindelijk naar het goede doel. Alleen uw energie, dat is laat maar zeggen wat u moet betalen. Een minuut lang helemaal losgaan en dan zien we wat u heeft opgehaald. De mensen een beetje enthousiast te krijgen voor ons product en door met het goede doel te steunen. De bedoeling was om 30 uur hier op de markt, op de grote markt te staan. Door omstandigheden is dat niet mogelijk. De mocht doet 8 uur vanavond. Dat betekent dat voor zeg maar zo'n 8 uurkes productietijd hebben. Wat hoop ze op te halen in dit tijd? Nou, een 1500 euro moet toch wel mogelijk zijn. Als we het weer een beetje met krijgen en de mensen aan deze kant krijgen, dan moet 1500 euro mogelijk zijn. Wat heeft het gedreven om voor 3FM Serious Request al dat werk te gaan doen? Het goede doel, een beetje kerstgedachte, en een beetje aandacht misschien ook wel. Oh, so you better watch out and you better not cry and you better not pout and I'm telling you why. Santa Claus is a-coming to town. Allemaal een heel fijn en vrolijk kerstfeest. Ja, zalig kerstfeest. Ga jij ook fijn kerstfeest vieren? Nou, een heel fijn kerstfeest, hè? Dag. 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 Ho, ho, ho. Zalig kerstfeest. Hallo. Tot ziens. Hey, hoi. Hoi. Kijk een handje van jou. Hey, fijne kerstdagen, hè? Doe je goed voor je moeder zorgen? Ja? Oké, hartstikke goed. Fijne dagen. Dag. Nu staat u hier in de rij. Is dat omdat u uit Breda komt of komt u ergens anders vandaan? Ik kom uit Breda. Ik vind het echt leuk dat dit jaar hier is. Maar andere jaren luisterden we ook over. Oké, en wat gaat u dadelijk doen? Gaat u geven of gaat u om iets vragen? Ik ga iets geven en een liedje aanvragen natuurlijk. En welk liedje mag dat zijn? We gaan van de Ting Tings Great DJ aanvragen. Oké, die wou ik net noemen. Ja, hartstikke goed. Heel veel plezier. Fijne kerstdagen trouwens. Hetzelfde, Joop. Dag. Ja, zeker. Ja. Dat is een prachtig initiatief. Ook goed voor Breda natuurlijk. Heel goed voor Breda. Maar we zijn even op weg naar een melding dus. Ja, nou, heel veel succes. Hè. Fijne kerstdagen dan. Hè. Ik hoop dat veel meldingen. Ja, oké, dag. Ho, ho, ho. Zalig kerstfeest. Zalig kerstfeest ook, hè. Wij hebben allemaal flessen ingezameld. Voor de vluchtelingen. En wij hebben 250 euro bij. Allemaal meegeholpen, aangebeld. Mevrouw, mogen wij lege flessen? En het is gelukt. We komen samen op. Ja, we komen samen op. Ik heb geen geld, jongens. Wat hebben we er voor over? We hebben
5 euro hebben we ervoor over. 5 euro, wie heeft 5 euro? Ik heb even 4 euro.